Nou, Jeroen's iPhone, daar wordt mee gefilmd op dit moment. We zitten in de auto, Wouter zit daar. Onze echte camera van PuTV die is in gebruik. Hè, Wouter? In Duitsland, naar ik begrepen heb. Een hardwarebeurs, waar we verder helemaal niks mee te maken hebben. Gaat het ook niet om. Wat gaan we doen vandaag, Wouter? Move spelen. En kan ik eindelijk die Knock game uitproberen, die ik zowel op de Gamescom als op de E3 heb proberen te spelen, maar geen tijd voor had. Voor de rest, wat is er eigenlijk nog meer? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat gaan we zien. Dus ik zou eerst een soort huiskamer setting gecreëerd. En dan kun je dus al die games... Room 2099 genoemd? 299, jongen. Oh, ik dacht 2099. En dan kun je dus alles een beetje spelen. En we hebben er zin in als een malle! Of niet, Wouter? Ja. En nu nog eerst even de weg vinden in het fucking Badhoeven dorp. Want ik heb geen idee waar we aan het rijden zijn momenteel. Ondanks dat er geen airco aanwezig is, waardoor de hitte vrijwel met de seconde toeneemt. Voor de rest kun je lekker moven, je kunt lekker 3D gamen, je kunt lullen met andere kansloze gamejournalisten. En we hadden een presentatietje, dus genoeg gaande. En ik vind het wel leuk. Van kamer 299. Ontspannend, maar warm. Misschien moet je iets dichterbij gaan zetten, dan zie je het beter. Nee, maar je gaat met die RPG. Wouter, die zit altijd heel dichtbij. Mensen op de redactie zitten hier ongeveer zo'n stuk van de tv en hier moet in één keer 2 meter eraf zitten. Dat werkt natuurlijk niet. Ligt een beetje aan. Ik moet een biertje pakken. Ziet er goed uit. Ik heb honger. Honger? Weet je dat nou? Ja, ik heb honger. Hoe eet je dit dan? Hij houdt even door, ik wil ook. Nee, ik ben er niet begonnen. Ik ben echt eten. Ja, dat kan niet, hè. Als je dan gaat eten, sta dan op zijn minst plek af. Ja. Zei hij met volle mond. Ja,
Wat denk je nou echt? Denk je nou echt? Ik heb het maar handenvol zien. Tuurlijk jongen. Hij zit al een half uur te rijden en hij wil er niet uit. Ik heb alleen nog maar gegeten. Ja, als moet. Ja, maar wat was voor mij nou? Oké. Maak me kapot. Ik kan schieten. Dat vind ik echt heel handig zeg. Slik door! Slikken man! Wat een ondankbare hond meer. Klats! Een ene jongen, Sam. Nou, de zalm is weggespoeld. Hey Wouter, heb je nou die fight game al gespeeld? Nee. Dat is wel loserachtig eigenlijk. Dat is jammer. Dat is het enige waar ik echt Gast heeft 3 keer de kans gehad en heeft het gewoon niet gespeeld. Ja, maar dit keer had ik niet eens kans, waar was er gewoon? Dat was er niet. Maar voor de rest, ik vond het erg gezellig. Ik heb gedronken, ik heb gegeten, ik heb een beetje gegamed. Maar ik heb het gevoel dat we wat meer informatie hadden kunnen. Ja, jij hebt Motorstorm gespeeld, Killzone, al die move titels, maar je hebt eigenlijk helemaal niks gezegd over die games. Nee. En daar hebben we gelukkig een oplossing voor. Ja, want we hebben zojuist te horen gekregen dat we 10 mensen zo gelukkig mogen maken dat ze gamejournalist worden voor een dagje. En dat ze naar Room 299 mogen om daar alles te spelen en daar een Pieter Wij filmpje over te maken en een artikel voor de Paralympics te schrijven. Ongelooflijk, hoe doe je mee? Ja, je moet even, je bent vast wel vaker op deze site gegaan, je moet even naar prijsvragen staan gaan. En daar staat een mooi stukje waarin alles uitgelegd wordt. En dan maak je kans om een dag lamzakken zoals ons te zijn.